Yo, what is up mensen? Nieuwk hier en we zijn weer terug op Amnesia. De custom story, La Casa. Even de game loaden. En we gaan even kijken hoe laat het is. Oké, het is 10:30 ochtends. Nee, maar oké, het is dus een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan. Even kijken hoeveel, 3 weken volgens mij. Dus ik moet even denken waar ik heb. Oh ja, die sleutel gevonden. Dat weet ik wel nog. En ik hoop maar dat het een niet te enge aflevering gaat worden. Want ik ben nog best wel een beetje moe. Ik kom met mijn bed gerold. En ja, even kijken. En ik zit meteen klem. Wat dief op, what the fuck? Wacht. Waar een key? Een chamber key, geloof ik. Ja. Even denken, we moesten ook weer. Daar. Ik dacht dat we hier moesten. Oké, dat wordt dus nog zoeken ook. Leuk. En dat loopt dood. Daar kom ik net vandaan. Ik kan even kijken wat verder is. Nou, dat is dus duidelijk, dat is dus helemaal niks. Waar moeten we dan heen? Het is best wel een donkere troep hier. Dat loopt dood, dat weet ik zeker. Hoeveel olie hebben we nog? Op zich wel voldoende. Maar ik wil dat toch even een beetje gaan sparen. Wacht, ik heb trouwens ook een lichtje. Ik heb een iets te fel lichtje. En het wordt ook nog fucking heet, dus... Ik weet niet of dit zo'n slim idee is, maar... Ah, een baksteen. Ik heb echt geen flauw idee waar ik nu heen loop. This gas, it makes my head hurt. Oké. Nee, wat zit. Blablabla. Oh, fuck. Oké. Ik ga even denken waar ik heen moet rennen. Pot of blood. Ik heb geen flauw idee. Ik ga gewoon hier zitten en op hoop van zegen. Och, ik zit natuurlijk niet heel veilig. Dit gaat nooit goed komen. Hoi. How are you doing, mate? Ben jij blind? Nee. Kut. 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 Ah! Ah! Kut. Er zit hier een kast. Niet gezien. Ja, ik zit klem in het kut. Ah, nee. La 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 la. Ja, als dit goed gaat, dan weet ik het ook niet meer. Hé, hey, zit iemand achter me. Oké, maar we hebben hier dus een bottle of blood. Maar wat we ermee moeten... geen flauw idee. We moeten hier denk ik maar gewoon een beetje rondkijken. Zijn we hier nog geweest, Lepper? Nee, volgens mij zijn we nog niet in het lab geweest. Maar goed. We hebben in ieder geval iets gevonden. We kwamen op ongeluk verder. Want ik wist niet eens dat daar een deur was. Toevallig had ik de key ervan. Nee, ik ben nog niet geweest. Ofwel, ik ben wel geweest. Oh, wacht, we kunnen natuurlijk ook naar de andere kant op. Hey, wacht, hier ligt nog een brief. Hey, cochlear blood. Oké, dus dat hebben we dus.
Oké, we moeten dus 2 chemicaliën hebben. En die zijn erg explosief als je het met het bloed wat we net hebben gevonden mengt. Dus nu is dus opdracht 2 om 2 chemicaliën te gaan vinden. Maar waar vinden we die chemicaliën? Dat zal hier moeten zijn. Want ik denk dat er in het andere deel niet echt heel veel meer te vinden is. Aangezien het enige wat ik me ervan kan herinneren is dat er heel veel dood liep. En dit soort plekken vind ik nooit zo heel fijn. Boe. Oeh, steen. Rocky! Ja, oh, Rocky, je bent eigenwijs. Shit. Daar schrok ik wel even van. Chemical A. Kijk. Nu begin ik ook even te denken of ik misschien nog ergens langs ben gekomen. Wat ik kan opblazen. Hebben we nog een key? Nee, we hebben geen key. Dus dan moeten we eerst eigenlijk een key vandaan toveren. Maar wat toverde die vandaan? Dat is de vraag. Oeh. Er is weer iemand ongesteld. Kom op nou, ik moet even iets hebben. Ik moet een chemical B hebben. Misschien in de kast. Kom, uit de kast jongen. Kom, het is tijd. Dat de wereld jouw verhaal ziet. Nou, hoor hem niet. Dan moeten we toch die kutdeur door. Dat ik niet zo blij mee ben. Ik kom er nog voor kutgeluiden van aan, joh. Dit zijn echt van die gangetjes, weet je wel, waar een monster tevoorschijn komt en dat je dan... Hey. Ik heb nu gewoon zo niet dat de monster komt. Nope. Ik heb het idee dat we nu een flashback krijgen. The fuck? Ik kom hier heel vreemde geleiden vandaan. Huh? Waar de fuck ben ik? Huh? De deur is weg. Hoe kan dat nou? Huh? Ik kan ook mijn lantern niet usen. The fuck is it? Oké. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb geen lantern meer. Die kan ik niet meer gebruiken. Kijk maar. F. Hij doet het niet meer. Dus ik weet niet wat er gebeurd is, maar het is in ieder geval niet zo heel mooi. Want we kunnen dus niet weg. En dat was toch wel een beetje mijn idee. Dus gewoon even mijn alle kaarsen aansteken. In de hoop dat er misschien nog wat gebeurt. Nu weet ik ook niet wat ze kunnen doen. Oké, dat is best wel vaag. Vind ik. Ik denk dat jullie dit ook wel vinden. Maar we kunnen in ieder geval weg. En daar ben ik wel blij mee. Die rivers daar. What the fuck? Oh nee, wacht. Dat is de andere kant op. Fuck it. Ik weet niet of ik nou aan die deur moet trekken of dat ik er nou maar moet duwen. Dat klonk verkeerd. Hey, kijk, daar hebben we Chemical B. Maar nu moeten we nog steeds hebben wat we kunnen opblazen. Maar wat is dat? Kijk, we hebben nu dus. Waarom werkt dit niet?
Nou, het lijkt me logisch dat ik terug in het laboratorium moet. Dat ik in ieder geval even een max wil gaan maken. Even kijken hoe lang we al bezig zijn. Want we moeten natuurlijk ook een beetje met tijd denken. Time flies when you have fun. Dus ja, de tijd gaat best wel weer snel. En we zijn er alweer bijna doorheen. En ik ben er echt best wel blij mee. Want ik krijg er pokkenheet van het ding. Echt niet normaal. Maar goed. Dit is wel leuker zo. Dat het laboratorium... Moet ik even... Nee, wacht. Hier staat iets. Aha, kijk. Hier komt de ding uit de mouw. Waarom lukt dat niet? We moeten er eens denk ik een mengsel maken. Huh? Waterval! Ik kan er niet doorheen. Oh, je was natuurlijk vandaag gekomen. Aha. Oké, okay, maar ik weet dus nu in ieder geval de muur die ik moet opblazen. Hé, hey, kijk. Daar is some equipment to the main climber. Ik denk dat het dan dit is. Maar ik heb dan hier toch een chemical pot voor nodig. Wat ben ik nou, idioot? Nou goed, we gaan er gewoon even ingooien. Ik neem het aan dat ze hierover hadden, of niet? Oh. We beginnen met het bloed. Oh, wacht, ja, zo. Oké. En dan moeten we... moeten we met chemical A beginnen. Oké, en dan moeten we met chemicali... Maakt niet uit wat voor woord het is. We moeten in ieder geval het tweede goedje erin gooien. En dan wordt het een explosief goed, als het goed is. En dan moet het hier niet flikkeren. Als je op twee, ik zoek koffer. Oké, okay, dat was iets vroeger dan verwacht. Maar ja, dat was het voor vandaag jongens, denk ik. Ik had eigenlijk verwacht dat we door een deur in zouden moeten. Maar helaas, dat gaat niet gebeuren. Oh really? The move objects. Oké, okay, dus ik neem aan dat dat betekent dat je iets moet moven. Oh wacht, wat ligt hier? We gaan weer knock-out. Oké. Okay. zo. Na deze... rare flashback, want waarschijnlijk kunnen we nu weer nergens heen. Nee, dat bedoel ik dus. Na deze rare flashback is het goed voor vandaag. Het was weer een goede aflevering, denk ik. Zat die deur net ook al? Ja. Ja, we hebben veel gedaan. We hebben explosieven gemaakt. We hebben een deur de steen opgeblazen. We zijn een monster tegengekomen, we zijn de gas ingegaan. En ja, jullie weten allemaal wel, jullie hebben natuurlijk gekeken. Dat hoop ik tenminste. Huh? The fuck? En we zijn nu opeens in een hele andere kamer. Volgens mij is dit het begin trouwens. I don't know if I should be glad or if I should be terrified. A discovery like this would have my name in college textbooks, but I doubt I'll live long enough to see a first edition. This is a sick. He is for. Ik heb eigenlijk geen zin om het te lezen, sorry. Als ik het nodig heb, dan lees ik het wel opnieuw. Weg. Hallo konijntje, of is dat een haas? Dat is een haas. Nee. Large oil potion. Ja. Oké, okay, maar ja, meer valt hij denk ik niet te doen. Dus nou ja, dan zie ik jullie gasten de volgende keer. We blijven hier lekker toe staan. En zoals ik al zei, tot de volgende keer. Ik ga eens die kutlamp uitzetten, want dat is echt pleuris heet.
En hij voelt ook heet. Nou gast, ik zie jullie gewoon de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Peace.